Welkom bij week 4 van de 30 dagen Bullet Journal Challenge. En ik maak er 5 video's van, want ik heb nu tot en met 20 tot en met 27 oktober gedaan. Maar dan is oktober natuurlijk nog niet afgelopen. Dus ik ga de resterende dagen plus een overall review, zeg maar, in de volgende video doen. Deze video wordt wel even iets anders dan anders, want het wordt een one-take video. Het is niet dat ik jullie iedere dag ga laten zien. En dat heeft te maken met de week die ik vorige week gehad heb. Ik heb een hele drukke week gehad. Weinig tijd gehad om te bullet journalen. Maar ik heb wel van iedere pagina, van iedere dag een pagina gemaakt. Wel bijna allemaal in één keer gemaakt. Of in twee keer eigenlijk. Maar alles bij elkaar heb ik 7 pagina's die ik met jullie ga delen van vandaag. We zijn vorige keer geëindigd met dag 20. Dat waren die tekeningetjes die ik had gemaakt. En dag 21 wilde ik eigenlijk beginnen met een weekly te maken. Omdat dat was wat in mijn hoofd zat op dat moment. Ik had een hele drukke week. Een gigantisch drukke week. En die moest ik even opschrijven. Dus dat heb ik op deze manier gedaan. Ik heb hier oktober geschreven in een heel mooi handschrift, al zeg ik het zelf. Leuk wat washi tape gemaakt. Let's do it. Want ja, het was me een week. Ik heb hier stempeltjes gebruikt met de cijfers. Maar die vind ik niet zo mooi gelukt. En ik ben er nou niet helemaal achter of dat nou aan de stempels ligt of dat dat aan de inkt ligt. Ik moet nog even kijken hoe dat precies zit. Wat washi tapejes geplakt, wat stickertjes. Kijk, deze stickertjes kreeg ik ook weer binnen van AliExpress. Hoe leuk en hoe toepasselijk met zo'n klokje. Uiteindelijk heb ik... Vrijdag was mama jarig, superleuk. Donderdag zou ik naar dansles gaan, dat heb ik afgezegd. Dat werd me echt een beetje te veel. Dus dat heb ik niet gedaan. Voor de rest wel, behalve dan dat het bullet journalen op een later tijdstip was. Deze pagina vind ik, ziet er op het oog misschien wat saaiig uit. Maar vind ik een heel leuk idee. What makes me happy? En dan ben ik hier begonnen met alles in kleur, met kleurpennen op te schrijven wat me blij maakt. En dit wil ik in de loop der tijd volschrijven. Ik kon niet voldoende verzinnen om hem helemaal vol te krijgen. Maar ik denk wel dat dat uiteindelijk gaat lukken. En dan vergum ik uiteindelijk ook al die lijntjes weg. Dat is meer om te zorgen dat ik recht schrijf. Want hè, we kennen mij recht schrijven. En dan blijft dit ja, wit en zit daar omheen allemaal dat gekleurde woorden met wat me blij maakt. Vond ik een heel leuk idee. En toen zat ik in een gigantische dip qua bullet journalen. Ik wist het allemaal niet meer en iedereen kon het beter dan ik. En nee, je kent dat wel. Dus toen had ik even een oppeppertje nodig. En die heb ik gemaakt in de vorm van deze quote. Met best tof geletterd, vind ik zelf. Deze stickers had ik ook binnengekregen. Vond ik ook heel erg leuk. Hier, deze tape maakt me blij. Deze tape maakt me blij. En het is gewoon zo. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Dus gewoon gedaan en best blij met deze pagina. Die daarentegen... Ja, wat zullen we hier eens van zeggen? Ik vind dat mijn eikeltjes nog best oké-ish gelukt zijn. Voor de rest is het oefenen. Want echt, jongens, blaadjes tekenen. Ik snap het gewoon niet zo goed, geloof ik. Ik zit iedere keer met richting en... Nou, mijn motoriek is hier niet echt op ingericht, zullen we maar zeggen. Maar... ik blijf gewoon lekker oefenen. Dan gaan we over naar 25 oktober. En dan is mama jarig, hadden jullie net al op de eerste pagina kunnen zien.
Dus zoals ik voor Cas heb gedaan, heb ik uiteraard ook voor mama een verjaardagspagina gemaakt. En dat is deze geworden. Happy birthday, lieve mama. Met leuk, het idee weer van Pinterest. Maar met die bloemetjes en ik vind hem heel erg tof geworden. Leuke washi tape die me blij maakt. Natuurlijk de verjaardagswashi tape. Mama is gek van uiltjes, dus die moest erbij. En ik vond dit envelopje met mooie bloemetjes ook wel mooi in de stijl passen. Dus deze heb ik voor mama gemaakt. En vrijdagavond had ik dus de verjaardag van mama. En ik had al een hele drukke week. Ik was al intens moe. Toen gingen er nog een paar wijntjes in. Nou, zaterdag was even klaar. Toen heb ik echt letterlijk niks gedaan. Behalve de Sims gespeeld. En dat was me toch een partij lekker. Heerlijk. Dus ik heb gekozen voor niet iets herfstigs. Maar gewoon hier deze onwijs leuke stickertjes. Even pauze. Ik heb even opgeschreven wat me die dag, of hoe ik die dag ervaren heb. Gewoon lekker in de roze en blauwe tintjes. En nog een leuke sticker. Bloemetjes. Heerlijk. Nou ja, breien heb ik niks mee, maar het gaf me wel het gevoel van rust en even lekker niks. Dus ik vond dat een pagina waard. En dit idee heb ik gejat van Suus, want Suzanne is ook aan het bullet journalen. Ik heb eraan het bullet journalen gekregen. Nou ja, ik, Janneke en Ronald hebben daar waarschijnlijk ook aan meegeholpen, maar ze is het ook aan het doen. En ze liet me iets zien, een abonneetrekker. En ja, die wilde ik ook. Ik heb hem wel anders gemaakt, iets anders gemaakt als zij dat heeft gedaan. Maar dit is hem. De YouTube abonnees. Ik had er op 27 oktober, dat is voor mij gisteren, 341. Ik heb er vandaag alweer 343. Jee, superleuk. Maar ik wil dat per week gaan bijhouden om te kijken hoe ik aan het groeien ben. Dat heb ik tot nu toe eigenlijk niet gedaan. Tuurlijk ben ik blij met iedere abonnee die erbij is. Maar ik had dat niet echt bijgehouden. Dus dat wil ik eigenlijk wel gaan doen. Nou, dan was dit deze week van de challenge. En nou ja, zoals jullie al kunnen zien hier, is de challenge me goed bevallen, want ik heb een kastje gekocht, anders kan ik mijn spullen niet meer kwijt. Maar ik ga jullie toch volgende week eventjes wat meer vertellen. Er komt ook wat groter nieuws aan waarschijnlijk. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn bullet journal ervaringen en wat dat met mij gedaan heeft. Dus dat komt volgende week. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze week. Ik hoop dat je hem leuk vond, doe je duim omhoog. Het is een iets andere video geworden dan de andere weken. Maar ik denk dat het nog steeds leuk is om naar te kijken. Ik hoop dat het leuk is om naar te kijken. Laat hieronder ook even achter wat je leuk zou vinden dat ik zou maken. Want ja, misschien wil ik wel door met een andere challenge of op een andere manier. Maar ik zou heel graag van jullie weten, wat willen jullie van mij zien op het gebied van bullet journalen? En dat, ja, ik ben natuurlijk een beginneling. Ik kan niet prachtige pagina's maken. Ja, nou, ik vind dat ik geen prachtige pagina's kan maken, laat ik het zo zeggen. Dus vraag niet te veel van, nou, vraag gewoon. Laten we het zo afspreken. Jullie vragen gewoon wat jullie van mij willen zien. En ik ga de uitdaging aan om dat te maken. Laten we het zo afspreken. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week voor de laatste aflevering, om het maar zo te noemen, van de Bullet Journal Challenge. Doei doei!